Laat je bepalen door wat God over je leven zegt. Welkom bij Vierde Kring. Dit is alweer het tweede filmpje, nadat we het in het eerste filmpje hebben gehad over de vraag die Jezus stelt. Wie zeggen jullie dat ik ben? Jezus is bezig met identiteit. En dat is misschien ook wel herkenbaar. Afgelopen maanden, tijdens deze pandemie, ben je misschien ook al bezig geweest met identiteit. Er is zoveel veranderd en er gaan zoveel dingen op een andere manier dan je misschien eerder gewend bent, dat je ook vragen aan jezelf kunt gaan stellen als: hoe ga ik dit nu aanpakken? Wat ga ik anders doen? Of ga ik juist op dezelfde manier door? Wie ben ik en waar hoor ik nou eigenlijk bij? God zegt ook over Jezus' identiteit iets. Hij laat namelijk zijn stem uit de hemel klinken en zegt in Matteüs 17: dit is mijn geliefde zoon en in hem vind ik vreugde. Wauw, als zoiets over je mag klinken, zo'n duidelijk geluid over waar je bij hoort, wie je bent, dan kan je daar ontzettend veel stabiliteit en karakter uitputten. Vanochtend zijn we langs geweest bij Arnold Messelink. Net voor aanvang van de pandemie is hij een eigen restaurant begonnen. Een erg interessant verhaal waar we nu even naar gaan luisteren. Hey Arnold, leuk om je hier te zien staan. Kun je misschien even vertellen, waar staan we hier en hoe is dit allemaal een beetje tot stand gekomen? Ja, zeker. We staan hier bij Saïd. Saïd is een Arabisch lunchcafé. Eigenlijk een hele speciaal lunchcafé, omdat het een plek is voor nieuwkomers. Mensen die eigenlijk nieuw in Nederland komen, vaak als vluchteling. En hier in Zwolle een plek proberen te vinden, een woning hebben toegewezen gekregen. En op deze plek, dit lunchcafé, proberen we ze eigenlijk in contact te brengen met andere Zwollenaren. Onze missie is eigenlijk dat we ze helpen om in sociaal opzicht een netwerk op te bouwen, een plek te vinden in Zwolle. Maar ook eigenlijk dat ze werk gaan vinden en dat ze hier werkervaring kunnen opdoen, ritme kunnen opdoen, vaardigheden kunnen leren om uiteindelijk ook daarmee de arbeidsmarkt op te kunnen. Het was al heel lang een verlangen om veel meer te doen met ontmoeting tussen Zwollenaren en nieuwe Zwollenaren. En wat verbindt er beter dan door eten? En veel van onze deelnemers die zijn heel goed in heel lekker eten maken. Dus, en toen heb ik even Janne ontmoet vorig jaar, die ook dat verlangen deelde met mij. En toen hebben we gezegd, laten we die ontmoetplek organiseren. Dus we hebben een aantal mensen om ons heen verzameld die goed kunnen koken. Die een prachtige keuken hebben kunnen neerzetten hier, een Arabische keuken. En ik werkte zelf vanuit mijn eigen bedrijf al langer met deze doelgroep. Ik begeleid ze met trainingsprogramma's richting werk. En dat hebben we eigenlijk gecombineerd op deze plek. Dus aan de ene kant doen we een sociale ontmoeting door eten. Aan de andere kant helpen ze, begeleiden ze met trainingsprogramma's richting werk. Ongeveer in januari begonnen, begreep ik. Ja. En vlak daarna brak de coronacrisis. Ja. Wat deed dat met jullie en wat deed het ook met jou persoonlijk? Ja, we gingen natuurlijk met frisse moed van start hier. En de eerste maand hebben we nog alles verbouwd. Dus het was echt net vlak voor de coronacrisis uitbrak dat we hier open gingen. Prachtige avonden beleefd aan het begin. Volle tent, veel mensen die enthousiast waren. Ook onze deelnemers waren erg actief met allerlei soorten activiteiten. En toen in één keer ging het als een pudding, viel het in elkaar. En dat was zowel voor ons bedrijf natuurlijk heel erg zoeken. Geluk bij een ongeluk waren we natuurlijk net begonnen, dus we konden snel bijsturen. Dus qua horeca zijn we heel erg gekoerst op thuisbezorgen en op andere producten. Maar vooral als bedrijf ben je ook heel erg aan het zoeken natuurlijk van hoe kunnen we blijven staan op onze eigen poten. Hè, omdat je toch andere verdiensten moet kunnen zoeken. En tegelijk voor onze deelnemers, die bleven ineens thuis. Dus die zagen we niet meer. En dat was natuurlijk voor ons de grootste moeilijkheid. Dus we zijn er veel op uitgegaan. Maar dat was echt een zoektocht van hoe houden we dat contact met onze doelgroep. Dat vonden we het grootste vraagstuk eigenlijk. Nou, ik ben zelf ook wel best wel door een dalletje gegaan. Om eerlijk te zijn, ik merk nog steeds wel dat ik soms somber ben. Dat en ik kan het nog niet goed definiëren of dat nou echt door corona komt. Ik heb wel het gevoel dat het ook bij mensen om me heen wel gebeurt en dat het moeilijk te plaatsen is. Maar dat het veel te maken heeft met dat veel dingen zijn weggevallen. Veel vastigheden. En zeker nu het weer een beetje opgestart is na de vakantie in september. Beginnen toch veel activiteiten weer. De druk begint weer. Dat ik veel moet gaan organiseren. Maar tegelijk heb ik het gevoel dat ik daar niet aan toe ben. Dat het opnieuw een zoektocht is. Wat heb ik nou eigenlijk geleerd van die crisis?
Ik wil eigenlijk vasthouden aan, niet aan die somberheid juist, hè, daar wil ik zeker van af. Maar ik heb ook mooie dingen daardoor geleerd. Dat persoonlijk contact in mijn omgeving, mijn familie, mijn vrienden, maar ook de andere manier van contact met onze deelnemers, dat heel belangrijk is. Maar zodra de valkuilen weer beginnen van organiseren, van actief bezig zijn, ja, merk ik dat ik dat weer snel wegvalt. En dat maakt dat er nog niet heel veel energie zit in mij en dat ik nog heel erg aan het zoeken ben. Wat mij, voor mij echt het klinkt zo logisch, maar het is echt een openbaring geweest in die zin. Ja, het belang van persoonlijk contact met de mensen om je omgeving, maar ook het delen van het leven, het delen van je geloof, het delen van je relatie met God. Ik merk dat viel ineens weg, hè, omdat door vastigheden als een kerkdienst, ik merk toch dat ik daar misschien wat te veel aan gehangen heb, aan die vastigheden van de activiteiten die er zijn, die een kerk aanbiedt bijvoorbeeld. En dat ik merkte, mijn persoonlijk geloofsleven, dat viel een beetje in elkaar daardoor, omdat het ineens wegviel. En ik heb heel erg geleerd om juist dat delen weer en het echt opzoeken van wat betekent nou voor mezelf en daarover in gesprek gaan met mijn omgeving. En niet alleen over geloof hoor, ook over andere dingen in mijn leven. Ja, dat levert me nu de meeste energie op eigenlijk en dat wil ik eigenlijk echt vasthouden. En heel concreet betekent dat gewoon tijd investeren, tijd vrijmaken voor mensen om je heen. Er zijn, hè? Dus als ik thuis ben met mijn gezin, niet nog even bezig zijn met de activiteiten hier. Of met andere dingen, maar echt, of met de agenda van morgen. Maar er gewoon zijn en tijd voor nemen, telefoon aan de kant leggen. Ja, het klinkt heel simpel, maar dat is wel wat uiteindelijk me het meeste waarde geeft. Ja. Dat heb je dan wel weer geleerd? Deze... Ja, absoluut. Ja. Ja. In het verhaal van Arnold zaten misschien wel één of meerdere herkenbare dingen. Ik wil je ook vragen om stil te staan bij de reactie die je nu bij jezelf ervaart. Om je daarbij te helpen, hebben we een aantal vragen bedacht. Die kan je gebruiken om zelf even stil te staan en na te denken, of juist samen in gesprek te gaan. Na een poosje zal het filmpje vanzelf verder gaan, maar mocht je nog even meer tijd willen gebruiken, kan je het filmpje natuurlijk even pauzeren.
Ik hoop dat je een mooi gesprek hebt gehad of, mocht je dit zelf hebben gedaan, goede inzichten hebt opgedaan. We gaan nu verder met een stukje Bijbel lezen. We lezen uit Matteüs 17. We lezen hier dat Jezus met zijn leerlingen samen de rust opzoekt en dat ze daar iets bijzonders mee maken. Luister maar. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en dienstbroer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Arie van der Veer gaat met ons verder, de diepte in, over dit Bijbelgedeelte. Wie zegt God dat ik ben? Is je wel eens opgevallen hoe zelfbewust Jezus door het leven is gegaan? Ik herinner je aan een aantal uitspraken. Hij kon zeggen: ik ben het licht der wereld. En een andere keer: ik ben het water des levens. Of ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Toen Jezus gearresteerd werd in Gethsemane, vroegen de mensen of die soldaten aan hem: wie ben je? En toen hoefde hij alleen maar ik ben te zeggen en de soldaten vielen om. Jezus, heel zelfbewust. Hij wist wie hij was. Heb je je wel eens afgevraagd waar hij dat vandaan heeft gehaald? Hoe kon nou Jezus zo zelfbewust zijn? Ja, zeg je, nogal logisch. Hij was de zoon van God. Maar zou hij echt van jongs af aan dat geweten hebben? Zou Maria bijvoorbeeld hem een keer apart genomen hebben? Of één keer, misschien wel veel keren. En tegen hem gezegd hebben: denk erom, Jezus, dat je het nooit vergeet. Je hebt wel broertjes, maar jij bent de zoon van God. Nou, het gekke is dat ik een verhaal ken dat juist zegt dat zijn ouders niets van zijn zelfbewustzijn begrepen. Hij was 12 jaar. Hij was in de tempel en zijn ouders zochten hem. Ze waren min of meer boos. En toen zei hij: wist u niet dat ik moest bezig zijn in de dingen van mijn vader? En dan staat er in de Bijbel: en zijn ouders begrepen hem niet. Ik denk dat het zo is gegaan. Jezus is van jongs af aan zeker met de Torah en de Tenach, de Joodse Bijbel, bezig geweest. En langzaam maar zeker moet Jezus ontdekt hebben wie hij was. Door de schrift, door wat de Bijbel zei. En dat zal niet altijd leuk geweest zijn. Als hij later over zijn lijden spreekt, dan zegt hij: ik moet. Ja, van wie moet hij? Hij las het in de Bijbel. Weet jij wie je bent? Waar haalt nou een mens zijn zelfbewustzijn vandaan? Ik denk dat wij vaak door omstandigheden worden wie we zijn. Ik ben dominee en zo loop ik nou niet over straat. Maar het zet wel bij tot je zelfbewustzijn. Of een ander zegt van: zo zal hij het niet zeggen, maar wel denken, ik ben rijk. Of weet je wel wat voor opleiding ik gehad heb? Bij mensen wordt zelfbewustzijn vaak gekweekt door allerlei omstandigheden. Maar weet je nou echt wie je bent? Nou kan dat zelfbewustzijn van Jezus en de manier waarop hij dat geleerd heeft, jou helpen. Ik ga terug naar wat de Bijbel zegt over Jezus. En dan zijn er 2 gebeurtenissen die heel belangrijk geweest zijn voor zijn zelfbewustzijn. De eerste is zijn doop. Ineens was hij er.
stond hij in de rij bij zondaren. En Johannes protesteerde, kende hem blijkbaar, weigerde. Maar toen doopte hij op aandringen Jezus toch. En toen Jezus uit het water omhoog rees, klonk een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. Ik denk dat dat voor Jezus geweldig geweest moet zijn. Hoe vaak zal hij gedacht hebben, ben ik het nou of ben ik het niet? Maar toen hij zich had laten dopen, ik zei al, toen hij oprees uit dat water, toen hij in die rij van zondaren stond, klonk de stem van God, jij bent het. Het is trouwens nog een keer gebeurd. Toen hij op die berg was met Mozes en Elia. En toen hij eigenlijk met hen besprak over het lijden dat zou gaan komen. Weer zo'n dieptepunt, want het waren eigenlijk dieptepunten. Het was niet op een mooie dag dat hij 5000 mensen te eten gaf. Dan wil iedereen wel zeggen, jij bent de koning. Maar toen hij besloot om die berg weer af te gaan. En daarover met Mozes en Elia sprak. Over zijn bereidwilligheid om te lijden. Toen klonk weer diezelfde stem. Dit is mijn geliefde zoon. Op dieptepunten, in de ellende van dit leven, toen hij zich identificeerde met ons, zei de hemel, hij is het. En daar moet Jezus geweldig veel aan ontleend hebben. Ik zou jou willen adviseren om daar eens over door te denken en het in betrekking te stellen tot jezelf. Mensen vinden van jou wat en van u wat. Jij bent, ik ben. Maar dat kan soms zo voorbij zijn. Stel je voor, je bent rijk. Dat kan zo tot armoede uitdraaien. Over jou heeft God ook woorden gesproken. Toen je gedoopt werd, moet je nog maar eens nalezen wat er staat. Belangrijk in ons leven is dat het mogelijk is dat wij zelfbewustzijn ontlenen aan wat God over ons zegt. In het Nieuwe Testament doet Paulus dat elke keer weer. Hij zegt, bedenk dat. Weet je nog wie je was? En weet wie je geworden bent. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Laat je bepalen door wat God over je leven zegt. In de verdieping van Arie horen we hoe de stem van God uit de hemel klinkt. De stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Zo'n claim over identiteit, zo'n duidelijk signaal met dit ben jij, voor mij. Geweldig toch? Zelf zou ik het eigenlijk ook wel zo willen. Zo is het nog niet gegaan, maar ik weet wel dat ik waarheden van God op kan zoeken in de Bijbel. Ik kan lezen welke claims God maakt over mensen, hoe hij ze door Jezus heen ziet. Ik wil je uitnodigen om de Bijbelteksten die je kan vinden op het werkblad, één voor één te lezen. Sommige teksten zullen misschien blijven hangen. En dat kan natuurlijk zijn omdat je absoluut niet snapt waar het over gaat. Omdat je juist denkt, hey, misschien klopt het bij mij. Of omdat het je doet denken aan iemand anders. Wanneer je de Bijbelteksten leest, zal er vast iets bij je loskomen. Ik wil je vragen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Of als je dit alleen doet, zelf even pen en papier te pakken en je gedachten op te schrijven. Zet het filmpje even op pauze, zodat je hier de tijd voor kan nemen. Gods beeld over jou. Het is belangrijk dat dat blijft klinken. God zelf, die roept het ook vanuit de hemel. En hij laat het weten via de Bijbel. Als we met elkaar blijven delen hoe God ons ziet, dan kunnen we ons eigen zelfbeeld eiken op hoe God ons ziet. Dan, langzaam maar zeker, zullen we telkens meer onszelf kunnen zien in één lijn met hoe God ons ziet. Straks luisteren we een nummer, gespeeld door de reisgenoten, met de titel Here is my heart. Tijdens het nummer wil ik je uitnodigen om in gedachten jezelf toe te wijden aan God, je hart te geven. Met het nummer sluiten we dit filmpje ook af. Over 2 weken is er weer een en ik hoop dat je daarnaar kijkt.
cleanse my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Speak what is true. Here is my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Speak what is true. I am found. I am yours. I am love. I'm made pure. I have life. I can breathe. I am healed. I am free. Here is my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Speak what is true. 'Cause I am found. I am yours. I am loved. I'm made pure. I have life. I can breathe. I am healed. I am free. 'Cause you are strong. You are sure. Speak.